De relatie tussen Gordon en de showmedia is ernstig bekoeld. Hij was laatst zelfs ontzettend boos toen RTL Boulevard verscheen op de sluitingsdag van zijn koffiezaakje Blushing. Collega BNR Dries Roelvink denkt dat Gordon niet heel erg handig omgaat met de media. Wellicht kan het hem niets meer schelen, zegt hij in Nieuwe Revue. Negatieve publiciteit hoort er nou eenmaal bij als je BN'er bent, legt Ries uit. Toen hij stopte met zingen, ging hij meer programma's presenteren. Dan heb je soms goede, soms slechte kijkcijfers. Daar moet je ook maar mee om kunnen gaan, vertelt hij. Gordon kan dat volgens hem minder. Het spelletje met de media, dat snapt hij niet zo goed. Ik weet een beetje dat ik de journalisten wel wat moet geven af en toe, anders maken ze er hun eigen verhaal van. Gordon wil dat hele spel nu niet meer meespelen. Het lijkt erop dat Gordon er gewoon helemaal klaar mee is, zegt Dries. Aan de andere kant telt voor hem wel mee dat hij financieel onafhankelijk is. Als ik 25 miljoen op mijn bankrekening had staan, ging ik misschien ook anders denken. Ik denk dat Gordon daar dichtbij zit. Dries voelt een bepaalde verbitterdheid bij Gordon. Hij heeft de laatste jaren wat moeite met zingen. Ik probeer me in te denken wat er dan met je gebeurt als zanger, zegt hij. Ik denk dat het hem erg frustreert, meer dan hij zegt dat hij de nummers die hij zou willen zingen, niet meer lekker kan doen. Tot slot laat Dries weten dat hij graag in de Amsterdamse vestiging van Blushing komt. Het is bij mij om de hoek. Om deze reden heeft Dries wel eens contact met Gordon. Gordon vindt het leuk dat wij daar komen.